De 43 personen die in quarantaine zijn in het zorghotel zijn illegaal in Suriname. Dit haalde Jerry Slijngaard van het COVID-19 management team gisteren aan op de reguliere persconferentie van de overheid. Slijngaard zegt dat de mensen in het zorghotel zijn geplaatst nadat ze waren opgepakt vanwege het illegaal oversteken van de grens. Onder deze illegalen bevinden zich ook zuigelingen. Slijngaard benadrukt dat de grenzen gesloten zijn, maar dat sommige mensen daar geen gehoor aan geven. Ik geef deze mededeling en u zult begrijpen dat ik lang heb gewacht om dit zo te vertellen. Maar ondanks herhaaldelijke beroepen en oproepen en ondanks herhaaldelijk gewezen te zijn op, gewezen te worden op het feit dat wij dus medewerking vragen om de grens niet over te steken, omdat de grens van beide kanten gesloten is, zijn er ook wel hardnekkige geruchten dat mensen illegaal de grens oversteken. Deze mensen komen dan naar Paramaribo, ze komen inkopen doen en dan pakken ze weer de bus en dan gaan ze terug en dan steken ze weer over. Dus je begrijpt, eigenlijk heeft men lak aan de zaken die wij vertellen. En vandaar dat wij nu de mensen daadwerkelijk oppakken en ze onderbrengen. 14 dagen minimaal houden we ze in quarantaine. Nadat ze natuurlijk met de mensen van volksgezondheid etc. gescreend zijn geworden, volgens de hele procedure wordt er afgelopen. En dan hopen wij dus dat deze mensen daarna geen ziekteverschijnselen vertonen, waardoor ze eventueel uit dit proces kunnen geraken. Slijngaard zegt dat er nog gewerkt wordt aan een plan van aanpak om het illegaal oversteken van de grens tegen te gaan. Hij benadrukte dat het illegaal oversteken een strafbaar feit is. En ik denk dat wij dus dat ook niet ongemoeid voorbij moeten laten gaan. Dus ik wil bij deze aangeven dat het is al tijd geworden. We hebben voldoende gesproken. Ik denk dat we nu niet meer alleen maar moeten praten. We moeten mensen daadwerkelijk aangeven niet meer te komen in Suriname, maar het lijkt me dus wel goed om aan te geven dat we de mensen oppakken. Ik roep daarom ook de bevolking op om aan te geven op 144 als zij weten dat er mensen illegaal zijn in Suriname en die moeten worden opgehaald. Geeft u dat door op 144 en wij hebben natuurlijk systemen om na te gaan als we inderdaad hebben te doen met iets dat werkelijk waar zou kunnen zijn. En dan worden de mensen opgespoord en dan worden de mensen dus, indien het inderdaad zo is dat ze illegaal hier in Suriname zijn, worden ze opgepakt en zullen ze dus in elk geval in quarantaine worden geplaatst. Dat was Jerry Slijngaard van het COVID-19 management team. Hij sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid rond de coronacrisis.